Oké, guys, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mix zonder suiker. Om deze challenge te starten heb ik natuurlijk een hoop moeten voorbereiden. En een gedeelte daarvan wil ik vandaag met jullie gaan doen. Ik moet namelijk mijn kastjes en mijn koelkast doorgaan om te kijken wat ik allemaal wel en niet kan eten. En dat ga ik hier allemaal neerleggen op het aanrecht. Die staat er dus al. En ik ga al mijn kastjes hier leeghalen en even kijken wat ik allemaal wel en niet mag eten. Zijn jullie ready? Let's go! De lekkerste noedels die ze hebben. Als iemand aankomt met dat de andere noedels lekker zijn dan Yum Yum, dan liegen ze. Wauw. Per 100 gram 62,6 gram suiker. Thee. Geen suiker. Deze mag ik dus straks niet meer en mijn ontbijt leeft op Nutella. Dit wordt misschien wel de grootste shock dat ik elke ochtend geen lekkere boterham met Nutella meer kan eten. Wauw, hier zit zoveel suiker in, jongens, maar het is... Oh. Dit wordt een heftig afscheid van deze jongen. Ik heb ook altijd die grote pot en die 825 gram in een week weg. Suiker dus. Goed, dan gaan we door met de spullen uit mijn koelkast. Die leg ik er ook bij. Ik hoop dat het nog gaat passen. Here we go. Burgersaus. Ik hou van burgers, jongens. Don't judge. Suiker, cola, suiker, green tea, je zou denken, green tea, gezond, nope, hele hoop suikers. Nou guys, mijn koelkast is leeg, die kan weer dicht, en ik ben echt in shock. Dit zijn alle producten met suiker. Met toegevoegde suiker. En dit zonder toegevoegde suiker. Wauw. Ik had dus niet verwacht dat het zo'n verschil zou zijn. Kijk dan. Ongelooflijk. Wauw. Oké, ik moet dus echt gewoon meer dan 80% van van de inhoud van mijn kastjes en mijn koelkast vervangen met iets anders te eten. Pff, ik moet het even laten bezinken hoor. Want dit, ik had het niet verwacht. Ik ga binnenkort eens even een rondje in de supermarkt doen. En dan neem ik jullie mee en dan kunnen jullie zien hoe moeilijk het is om in de supermarkt suikervrij te shoppen. Voor zover deze vlog en ik zie jullie aanstaande zondag bij het begin van de challenge. Bye!